In dit gesprek dat ZVD-TV maakt samen met het publiek, praat ik met Klaar van Ittersum van de Kamer van Koophandel over hoe KVK live communicatie inzet. Met meer dan 150 events per jaar, heel veel opdrachtgevers en een complexe organisatie moest het anders worden georganiseerd. Hoe? Daar komen we achter in dit gesprek. Welkom bij ZVD-TV. Klaar van Ittersen, van harte welkom. Uh, je. hebt een hele mooie titel, uh, en die zegt, denk ik, best wel ook iets over dat je het op een nieuwe manier gaat aanpakken als het gaat om het organiseren van live communicatie bij KVK Verkoophandel. Daar zometeen uh, alles over. Maar wat, hoe heet die titel? Dat is COE-lead van het Event Team. Een lead wil dat zeggen dat jullie Agile en zo doen, toch? Ja, ja dus we ja, doen ja. het niet alleen nieuw bij events, maar eigenlijk binnen heel KVK. Ah, okay. ja. En C COE staat voor? Center of Expertise. Zo. Ja. Dus sinds, wanneer heeft, sinds wanneer heet dat zo? Dat is sinds uh, maart vorig jaar. En hoe heette je heet daarvoor? Ja, daarvoor waren we het Eventbureau. Aha. En was ik teamlead uh, van dat eventbureau? Okay, nou, laten we eens, waar, waar ik in dit gesprek op in wil zoomen, is, ik, ik, we maken een serie gesprekken over wat de plek is van live communicatie binnen uh, uh, organisaties, zoals bij de Kamer van Koopal. Uh, uh, hoe meet je succes? Uh, wat zijn de KPI's die jullie hanteren? Dus ik ben dus heel benieuwd om te beginnen met, want jullie zitten in een transformatie, hè? Ja. Uh, hoe het was en hoe het moet worden. Ja. Hoe was het? Kun je schetsen, als het gaat om live communicatie en events, hoe dat bij KVK was georganiseerd? Want jullie doen nogal wat. Ja, wij doen nogal wat. Um, en het was zo georganiseerd. En ik denk dat de, ja, de titel van het, van het team, zoals het was, dat ook al wel be beter aangeeft. Namelijk een eventbureau. Um, het zat best wel mooi in de organisatie denk ik dat we events uh, al heel lang op een hele succesvolle manier organiseren dus denk aan bijvoorbeeld aan de startersdag of de innovatietop 100 en dan zat het team daar wel heel faciliterend en wat meer operationeel uh, als onderdeel in binnen de organisatie was het wel versnipperd met hè, wie organiseert een event en waarom en waar zitten dan ook opdrachtgevers vanuit events um, dus wat dat betreft was Events wel zeker een middel dat we inzetten, maar het zat nog niet mooi als onderdeel in het grotere geheel. Wat mm -hmm. ik juist heel belangrijk vind uiteindelijk. Mm -hmm. He, als je kijkt naar welke kanalen zetten we in, waarom en wat moet het dan opleveren? Ja, binnen alle andere marketing- en communicatiekanalen communicatie die er zijn. Ja. ja. Want, ja. Uh, want waar, waar hadden we het uh, over als het gaat om aantal events, uh, aantal opdrachtgevers? Kun je wat cijfers noemen, gewoon indicatief van waar hebben we het dan over? Nou ja, dat... dat, dat dat was eigenlijk niet echt heel duidelijk, heel Aha. eerlijk. Dus toen ik binnenkwam, uh, was dat voor mij ook echt een zoektocht van God staat het ergens ook nog in een kalender? Hebben we een soort overzicht van wat we allemaal hebben gedaan? Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik kwam ook binnen in coronatijd, mm -hmm. dus uh, eigenlijk stond alles natuurlijk op zijn kop. Hè? Ja. Dus dat was ook wel een mooie gelegenheid om opnieuw te kijken naar mm -hmm. events en nou, waar beweegt ook een event zich naartoe? Hè? Dus dat meer dat stukje digitalisering en dat online stuk wat erbij kwam. Mm -hmm. Maar het was heel lastig voor mij om omhoog te krijgen hoeveel wij deden, welke opdrachtgevers daarachter zitten, met welk doel, wat dat kost. Maar ik, ik begreep wel meer dan 150 of zo events, toch? Nou, wat we gedaan hebben uiteindelijk, en ik denk dat dat heel waardevol is geweest, is dat wij um, echt een analyse in de organisatie hebben gedaan. Dus daar hebben we hebben best wel ruim de tijd voor genomen. Met heel veel mensen interviews gedaan. Mm -hmm. A, wat is de waarde van een event? En B. Wat doen wij nu eigenlijk aan events? En als we kijken naar wat we vinden dat de waarde van events is en wat we nu doen, matcht dat? En daar kwam eigenlijk wel heel duidelijk uit dat: A, ah, de waarde inderdaad wel uh, heel mooi gezien wordt. Mm -hmm. uh, sterker nog, dat we het eigenlijk best wel misschien zelfs zien als een onderdeel van onze dienstverlening. Mm -hmm. Dus het is niet alleen een marketingmiddel of kanaal, maar echt ook een moment waarin je met je dienstverlening ook contact hebt met je, met je doelgroep. En daarnaast kwamen we erachter dat we dus heel veel events aan het organiseren zijn. zonder dat we weten wie de opdrachtgever is en um, waarvoor we het doen en ook wat het oplevert. Maar hoe kun je nou een event organiseren zonder dat je weet wie de opdrachtgever is? Ik was ook verrast en hmm. ik denk de hele organisatie. Um, nogmaals, dit was ook wel in coronatijd. En dan noemen we een event ook een online webinar. Ja, ja. Uh, he, dus 150 events klinkt als heel veel, maar dat waren hmm. niet startersdagen en nee, innovatie, nee. 100, er maar dat kleine, waren kleine echt vooral hele kleine eventjes. Maar nou, die werden wel overal door iedereen georganiseerd? Ja, nou ja, wat ik net al, uh, het, toen wij elkaar net al even voorspraken uh, aangaf, dat was ook soms gewoon echt letterlijk uit iemands uh, garage of uh, uit, een, uit een kantoortje. Teams met aanklikken. Een teams, uh, en ja. ja, en ik denk... Het leuke is dat je merkte dat mensen dus daar heel enthousiast over waren, dat je de behoefte ook voelt. Hè? Want we gaan niet voor niks 150 events mm. organiseren, dus ergens hebben we behoefte om live met onze doelgroep te communiceren. Aan de andere kant is het natuurlijk echt wel heel gek dat je zoveel events organiseert en totaal niet weet waarom en met welk doel. Jan en Alleman was ermee bezig. Als ik ja. even heel erg ja. plat sla. Ja. Met ook grote risico's natuurlijk. Ik ben natuurlijk, ik heb aan leverancierskant wel eens te maken gehad met KVK. uw dagvoorzitter. En ik ja. heb wel eens wat mogen doen voor jullie. En toen kreeg ik die indruk ook al. Ja. Dat ik dacht van. Wacht even, maar die zijn met een project bezig, maar die weten niet dat die ook met een project bezig zijn. Nou ben ik niet zo'n haai. Maar ik kan me voorstellen dat een aantal leveranciers denken. Hé, hey, dat is handig. Want ja. ik kan, kan daar mijn project kwijt en daar ook. En daar ook. werd daar. Ja, misbruik is misschien een heel zwaar woord, maar dat is niet de meest kosteneffectieve manier om events te doen, toch? Nou ja, en wij zitten natuurlijk wel vanuit onze overheidspositie. Daar hebben we aanbestedingen. Dus zomaar ja. even leveranciers inhuren uh, op dat vlak niet. Mm -hmm. Maar wel dat je niet slim aan het produceren bent. Ja. Ik geloof in less is more. Ik geloof dat je veel meer kijkt naar wat zijn we. Hè? Events zijn heel eerlijk ook een prachtig moment om andere content te maken. Mm -hmm. Om te kijken naar wat we allemaal kunnen bundelen aan onderwerpen. Hè? Dus mm -hmm. doe je zes verschillende webinarjes of bundel je het samen ja. in één wat grotere webinar. Dus het is vooral het wat slimmer en effectiever produceren van events. En echt kijken naar waarom doen we het? Met welk doel? En zo ja, als we het doen, wat gaat het dan kosten en wat moet het opleveren? Laten we daar eens op inzoomen en maar dan even de vraag vooraf: voor wie? Wie is jullie doelgroep? Onze doelgroep is het micro MKB. Om het eventjes, dat is een, dat is een term die wij is intern. Een... ja, hoor? Wat ja. is dat? Zijn dat zzp'ers? Nou, het zijn zzp'ers, maar het zijn ook kleinere ondernemers die tot en met tien of vijftien werknemers, mensen in dienst hebben. En dat is vooral omdat die niet altijd de middelen hebben om. Nou oh ja, echt ook uh, bijvoorbeeld de financiële afdeling en administratie, maar ook innovatie. Uh, nou, noem alles maar op wat je in grote organisatie ja, die wel. Die kunnen hulp gebruiken. Die kunnen hulp gebruiken. Dat is wat je zegt. Okay, ja, Hou vast, noemen wij dat vanuit KVK. Hou dus. vast. Ja. Nee, want je zou kunnen ja. zeggen van uh, heel ondernemend Nederland is onze doelgroep. Want die zijn natuurlijk wel allemaal, laat uh, ik iedereen schrijft zich in bij de ja. KVK. Dat is natuurlijk ook een soort dubbelrol. hè Aan de ene kant, ja. er zijn ook heel veel mensen die zeggen, hoezo? De mensen die, die niet zo in deze materie zitten, die zeggen. Hoezo doet KVK events? Dan moet je toch gewoon registreren dat je ondernemer bent... en dat is toch gewoon een administratiekantoor? Maar ja. dan, dat, kun je daar eens iets over vertellen? Hoe dat ja, nodig? kijk, dat is, dat, dat is waar we nu heel hard aan werken... om te laten zien dat dat een onderdeel is van onze dienstverlening... maar ja. echt niet het enige... Ja. En als je kijkt naar events, is dat een stuk dat meer in de informatie- en adviestak zit. Mm -hmm. Er zijn heel veel adviseurs die echt dag en nacht klaarstaan voor ondernemers. Maar ook bijvoorbeeld events. Nou, YouTube kanalen, andere kanalen die wij inzetten om naast dat wij dat register hebben, juist ook aan de andere kant ondernemers, echt dat houvast te bieden in vraagstukken die je hebt. Die je als je een kleinere ondernemer bent, niet zomaar zelf oplost. Als we kijken naar de, de grote bulk, en we hebben het echt over live communicatie, live events. Wat zijn de. Um uh, wat is de kracht daarvan? Waarom zetten jullie het in, in relatie tot andere uh, communicatie? Ja, omdat ik ervan overtuigd ben dat je uiteindelijk als bedrijven, zeker met wat je vanuit KVK natuurlijk aan die ondernemers biedt, namelijk dat stukje houvast, mm -hmm. ook met hen in gesprek moet zijn. En dat het heel fijn is voor ondernemers om dat ook met andere ondernemers te doen. He, dus je hebt natuurlijk onze adviestak, daar kan je één op één. In gesprek zijn is ook live communicatie, heel eerlijk. Mm. Maar dit is one too many, als ik het maar even zo noem ja. vanuit events. En dan is het extra gaaf en waardevol dat je kan laten zien dat je samen met andere ondernemers en met KVK in gesprek bent, een netwerk bouwt, uh, nou bepaalde uitdagingen kunt beetpakken met elkaar. En mm. dat is denk ik de kracht die je hebt vanuit events, die je uh, die je op andere kanalen niet hebt. En jij bent, dat, uh, jij bent gestart met uh, dat onderzoek van oké, okay, jongens, wat is, wat is de situatie nu eigenlijk? Laten we het eens in kaart brengen. Ja. <coughs> wat kwam er allemaal uit? Nou ja, dat het dus inderdaad heel versnipperd uh, was dat het veel meer eventjes nog waren, dat, uh, nogmaals, kleine eventjes, hè, vooral, uh, dan ik dacht. Dat het stuk. Uh, He, wat levert het uiteindelijk op? Wat, wat zou het op moeten leveren? Ook was er niet eens bekend. Laat staan dat we daarna ook zicht hebben op wat het heeft opgeleverd. Mm -hmm. um, dat het ook versnipperd zat in: maar wat zijn nou precies de boodschappen? Uh, hoe ziet het eruit? Dus de kwaliteitsnormen. Van als wij op een gegeven moment ook met onze ondernemers in gesprek zijn, ja. wat vinden we dan belangrijk? Dus echt van meer echt het hele processtuk, of, of het hele productiestuk, tot en met ook het strategische. En waarom zet je iets in? En uh, wat mag het kosten? En, en waarom doen we dit eigenlijk? En tot dan toe was het een... En dan kwam je bij het eventbureau en jullie zeiden gewoon... Oké, okay, het zal wel en wij gaan het regelen voor je of zo. Want jullie gaven geen akkoord op klussen. Dat was er elders gebeurd. En ja. jullie werden ingehuurd om het te regelen. Ja. En nu kom je in een soort regiepositie ja. te ja. zitten. Ja. Ja. Um, Hoe ver zijn jullie in dat traject? Nou, wat vooral <coughs> belangrijk is... is denk ik dat we met elkaar deze inventarisatie hebben gedaan. Dus ja. we zien nu goed... Uh, waar we vandaan komen en waar we naartoe willen. Waarbij vooral voor mij nu heel erg ook de focus ligt op het team. Hè? Dus dat er echt ook qua expertise... dat je strategisch, tactisch en operationeel... de expertise kunt gaan bieden. Ja. We hebben vooral heel veel operationele expertise in het verleden geboden. Ja, vind ik gek. Ja, <laughs> ja en ik, kijk, ik denk ook heel eerlijk... als je kijkt naar waar we vroeger vanuit events vandaan komen... is dat binnen de eventindustrie ook wel heel lang zo geweest. Heel erg vanuit mm -hmm. een producerende, faciliterende ja. rol. Mooi event neerzetten. Ja, mooi event neerzetten. Ja. En dat is een vak apart. Ja. Absoluut. Maar een goed event neerzetten... dat er ook nog mooi uitziet... en ook nog... Hè, dat, dat is denk ik... Um, nou, de uitdaging die we hebben. Mm -hmm. En dat je dus ook heel erg vanuit... in de organisatie snapt... wat daar uiteindelijk, zeg maar even... qua inhoud of uitdaging ook... de boodschap moet zijn. Mm -hmm. En dat mooi kunt doorvertalen... naar de juiste vorm. Ja. He, want... Um, om nou elke keer maar weer te zenden. Of altijd maar weer hetzelfde kunstje te doen. Mm -hmm. Ja daar, daar gaat niemand weer voor zijn een kruis voor in zijn agenda zetten, laat ik het zo zeggen. Je, je concurreert natuurlijk zo meteen nog even op dat uh, operationele niveau. Want da daar moeten dingen echt heel anders georganiseerd worden, kan ik me voorstellen. Ja. ben benieuwd. Naar, maar laten we eens met het strategisch niveau beginnen. Want je concurreert natuurlijk met, met uh, andere marketing-communicatiekanalen. Ja. Uh, het is natuurlijk een van de redenen ook waarom we deze serie doen, is natuurlijk dat daar, daar, daar zijn. Targets, KPI's, conversies, cijfers, resultaten. Uh, die staan allemaal hoog op de tariefkaarten van de mediabureaus. En op een of andere manier is live communicatie een soort vreemde eend in de bijt. Ja. Uh, Hoe ver zijn jullie om het accountable te maken? Om te zeggen: Wij, wij organiseren het om, om deze reden. En dit zijn de resultaten die we ermee willen bereiken. En daar rekenen we events ook op af. Ja. Nou, wat ik vooral gedaan heb en um, nou, even terug nog in mijn verleden. Ik kom uit het verleden ook nog uit televisie. Ja, ja daar wou ja. ook mooi mee afsluiten. Van, oh, uh, van, okay. Nee, maar dat mag ook nu ja. hoor. Het SBS, RTL, ja. Rai ook heel lang over. maar, ook, heel maar ook televisie. Ja, ook televisie. En de, heel eerlijk vond ik, ben, ben ik achteraf heel blij in, met die combinatie, want je ziet die nu heel goed terug. Hè? Dus dat hele stuk, nou, wat wij nu ook in deze studio aan het doen zijn, live communicatie, is niet alleen meer een beurs in een hal, maar is meer dan dat. En kun je daardoor steeds beter en leuker ook meten. Dus wat ik gedaan heb toen ik binnenkwam was, uh, bij, de, bij de KVK, was toen: was er discussie over de startersdag? He, we, we zaten in corona, starten er eigenlijk nog wel mensen of stoppen ze meer? Dat triggerde mij om te zeggen: Nou, waarom gaan we dat niet juist mooi combineren? He, dus start. Stop, maar ook innovatie en digitalisering. Hè? Hoe kunnen we in tijden van crisis juist ook met elkaar op een andere manier gaan nadenken en hoe ga ik om met dat hele stuk digitalisering wat er nu op me afkomt? Mm -hmm. Dan maak je gebruik van gecombineerd bereik was mijn eerste idee. En als ik het nou een aantal dagen achter elkaar doe en ik doe het online en ik ga vanuit dat platform meten wat daar gebeurt, dan begin je denk ik hele interessante inzichten op te doen. Nou, dat was ook zo, dat was heel interessant om te zien. Sowieso zag je een stuk waardering. Dus bijvoorbeeld het stuk stoppen was heel risicovol. Want gaan mensen met elkaar in een event het hebben over dat je gaat stoppen. Mm. Dat was ook toen, vooral in corona natuurlijk ook een heel emotioneel onderwerp. Ja. Vonden we ook spannend als KVK. En aan de andere kant, wat ik heel gaaf vond om daaruit te halen, is dat dat van alle dagen de allerhoogste waardering had van die ondernemer. Ze hebben het zo gewaardeerd dat wij iets hebben georganiseerd waarbij je wel anoniem, maar toch met elkaar in deze moeilijke tijden dit onderwerp kon beetpakken. Mm -hmm. Dat vond ik al zo waardevol. Kon ik ook teruggeven aan de organisatie. Terwijl mm -hmm. bijvoorbeeld op start zat een mega bereik. Maar er zat ook op de chat bij innovatie weer... dat mensen elkaar hadden gevonden... en dat ze ook met elkaar eh, op LinkedIn weer doorgaan. Daar ook een chatje naar ons over hadden gestuurd. Wat leuk dat jullie dit hebben georganiseerd. Want ik ben precies diegene tegengekomen die ik al een tijdje zocht. Mm -hmm. En zo ben ik eigenlijk mm -hmm. gaan doorkijken naar hoe kunnen we nou bepaalde... Zaken die events opleveren, die verder gaan dan alleen maar bereik. Ja. Want ik geloof niet in dat het een bereiksknaller is. Nou ja, dat gelooft denk ik niemand. Het is vooral een middel dat je inzet... omdat je hele mooie andere dingen kunt bereiken... zoals dus die waardering, het contactmoment... Uh, maar ook conversie naar een nieuwsbrief, heel eerlijk... en naar een vervolgstap kan ik nu meten. Mm -hmm. Dus ik doe in mijn eventaanmelding ook een klein vinkje erbij... van mogen we jou bijvoorbeeld op de hoogte houden van, uh, van, de volgende, van het volgende event. Dus een opt-in moment. Een opt-in mm. moment. Mm. Conversie is daar hoger dan bij andere kanalen. Nou, dat is een gaaf ding wat, wat je oplevert. Je kunt ook heel veel inzichten uit events halen. Ik noem het ook wel eens een testing area. Dat je gewoon gaat testen daar met je doelgroep. Waar je bijvoorbeeld vanuit je klantreizen uh, behoeften kun je ophalen. Je kan bepaalde producten bij ze testen. Um, nou ja, en zo kun je denk ik heel veel mooie extra... Uh, waarde die events opleveren, ook lekker letterlijk verzilveren en laten zien aan de organisatie. Waarbij de oude situatie was dat Jan en Alleman events organiseerden, nogmaals even platgeslagen. Uh, wat is de situatie waar je naartoe wil? Wie bepaalt of er een event wordt georganiseerd in de nieuwe situatie bij KVK? Nou, ik, ik denk dat je dat met elkaar moet bepalen en dat je het zo organiseert dat het ook echt een logisch onderdeel uit gaat maken van het totaal. Dus maar heb jij als Center of Excellence dan mandaat om te zeggen: ja, maar deze gaan we dus niet doen? Nou, je gaat niet zeggen: deze gaan we niet doen, maar ik heb wel het mandaat om met elkaar en dan wij vanuit onze expertise daarop aangehaakt heel goed na te gaan denken over: gaan we deze wel of niet doen? Hè, dus dat je uiteindelijk ook zorgt dat je als event ook echt onderdeel uitmaakt van een groter geheel. En dat als we zeggen we gaan het doen. Dat we dan ook zeker weten dat het klopt dat we het doen. En dat het ook inderdaad het gaat opleveren wat we denken dat het zou moeten opleveren. Maar betekent dat, want ik begrijp, want ben, ja, ik ben benieuwd. Want het lijkt mij, want als je het hebt over, ik weet niet hoeveel interne opdrachtgevers. Ik weet niet hoeveel projecten, nou het zijn er echt heel veel volgens mij, zoals de oude situatie was. Ja, hoe, ja. Turn dat, hoe turn je dat om naar een soort centrale? Want is de bedoeling dat Center of Excellence de centrale regie gaat voeren op alle events? Of mogen er gewoon losse opdrachtgevers blijven bestaan die zelf beslissen? Over events? Nou, ik denk dat je het vooral zo moet inrichten dat het echt van de organisatie is. Dus als iemand een goed idee heeft, yeah. of als teams, heel duidelijk, want we hebben teams die zitten op bepaalde ondernemersbehoeften. Yeah. Ik noem even bijvoorbeeld pre-starters of starters. Yeah. Zo'n team moet autonoom en zelf ook, en die moet kennis hebben van alle kanalen. Daar zitten ook marketeers in, die moeten mm. snappen waar ze hè, mee bezig zijn. Die maken plannen. Die hebben op een gegeven moment, zien ze in hun plannen ook dat live communicatie, contact met, een belangrijk onderdeel zou kunnen zijn. En dan haak je ons aan. En dan gaan we met elkaar kijken naar wat is dan uiteindelijk inderdaad die klantbehoefte... en wat zouden we kunnen doen? En is dat een event? Dan is vervolgens weer de vraag... hé, hey, en wat voor type event zou dat dan moeten worden? En als we kijken naar alle events die we doen... zouden we dat misschien kunnen combineren met een wat groter event dat we bijvoorbeeld al doen? Want daar werd eigenlijk nooit naar gekeken dat je... Een idee hebt voor een event, maar dat dat misschien gecombineerd kan worden op een ander event, ik noem maar even een startersdag, werd niet gedaan. Dat doe ik nu bijvoorbeeld wel. Dus ik presenteer aan de organisatie, aan die teams, dat wij die startersdag hebben. Mm -hmm. En dan heb je bijvoorbeeld nu inderdaad een hele interessante uh, nieuwe uh, connectie gemaakt met starten met importeren. Dat was eigenlijk bedoeld als apart eventje. Dat kun je nu inbedden. Dat kan je in... heel mooi inbedden. En zo kan je, denk ik, met elkaar een jaarkalender gaan creëren. Die elke keer weer opnieuw met elkaar bekeken kan worden. en die aangevuld wordt, maar die ook soms gecombineerd wordt. Maar er komt wordt. een centrale jaarkalender. Ja. En jij managed die, of jij, Center of Excellence, manage die. Ja. Dus er mag geen uh, uh, event worden georganiseerd. Ja, ik zit even de grenzen op te zoeken wat er nou echt verandert. Want het risico loop je natuurlijk als het allemaal in overleg en leuk. Ik zit in teampje 12. Ik denk, ja, het zal allemaal wel met de Center of Excellence. Maar ik blijf lekker mijn eventje gewoon organiseren. Dat doe ik al vijf jaar en dat vind ik leuk. Ja, dat kan je doen. Maar aan de andere kant dus niet. Want uiteindelijk denk ik ook dat het... Uh, je bent erbij gebaat als je met exper experts... En dan bedoel ik niet alleen met events... Team, met, Want er zijn meer centers of expertise die ja, ja. je kunt inzetten. Uh, oh ja, expertise was het. Hè. Ja, ja, ja. ja. ja maakt niet uit. Eh. Um, maar je kan uiteindelijk, denk ik, juist zo mooi gebruik gaan maken van elkaar. En dat je zegt, nou, ik zit nu bijvoorbeeld aan het begin van um, het uitwerken van een bepaalde klantbehoefte in kanalen. Zullen we eens met elkaar gaan kijken welke kanalen we hier mooi op inzetten? Dus ik denk dat het zonde is als je gaat zeggen, ja, ik ga, laat maar hangen, ik verzin het zelf wel. Op een gegeven moment wil je wel dat de organisatie daar veel meer zelf in gaat leren. Dat je niet voor elke poepenscheet een center of expertise nodig hebt. Mm -hmm. Dus die balans zijn we wel met elkaar aan het uitwerken. Uh, Alleen aan de andere kant denk ik dat je ook nog wel met elkaar een hele mooie weg te bewandelen hebt. Om eens te ontdekken van: Nou, hoe zet ik mijn kanalen nou goed in? En welke expertise kan ik daar ook op, juist op aanhaken? Omdat het mij ook beter maakt, omdat ik dan weer beter snap waarom ik wel of geen events inzet. En daar word ik zelf ook succesvoller mee. En heb jij overall targets? Of heb je, heb, ga je dan per event kijken wat de doelstellingen zijn? Wij hadden vroeger wel overall targets. Maar omdat we echt nu op een andere manier ernaar kijken... doen we het echt wel per event. Ik denk ook dat je dat moet doen. Want je moet uiteindelijk ook gewoon kijken naar... wat is nou precies hier ook de doelgroep en uiteindelijk ook de vorm. Dus in sommige gevallen, zoals met een startersdag... is dat een ander verhaal dan met een innovatietop 100. Innovatie innovatietop 100 is echt een heel... Um, inhoudelijk event met een wat kleinere doelgroep... terwijl een startersdag wil je zoveel mogelijk starters mm -hmm. helpen. Ja, dat zijn andere doelstellingen natuurlijk die je er dan aan en die, stelt. En meetjes, meet je alles? Ja. Hoe? Wij hebben een platform waar mensen zich op aanmelden. Dus we zien sowieso wat er, hè, wie zich aanmeldt... en we zien vervolgens ook wie er komt. Mm -hmm. We zien dus ook de no-show. Wij hebben enquêtes die we uitsturen. Dus we vragen ook na van hè, wat is jouw... Wat is de, ja, de, zeg maar even de tevredenheidsscore. Uh, wat vond je van dit event? Wat vond je inhoudelijk van dit event? Daar zijn we nu steeds meer op aan het groeien... om dan echt wel wat beter ook op vaste KPIs te kunnen gaan uh, meten. Zoals? Uh, nou, zoals dus inderdaad um, uiteindelijk nu um, het bereik, de no-show. Mm -hmm. um, wat ik ook heel interessant vind, vooral bij online events... is dat je ook kunt zien hoe het kijkgedrag is geweest. Dus Zo, dat is een ja. stukje televisie. Of ze blijven kijken. Of ze blijven kijken. Ik ben heel trots dat wij laatst een event hebben gedaan. waar mensen aaneengesloten een uur hebben gekeken. Nou, dat had ik bij televisie echt super tof gevonden. Je ziet dan bijvoorbeeld ook dat bepaalde breakouts niet goed werken. Dus ja. daar kan je ook op gaan sturen. Nou, en zo kun je eigenlijk um, ook per event. Hè, dus ook, nou, dat vind ik een hele belangrijke. want daar keken we niet naar. Maar dat moet je echt doen. Hebben we de juiste doelgroep binnen? Want als je niet de juiste doelgroep. Hebben... Uh, wij bereiken vooral starters. Maar als jij het hebt over dat er bepaalde vraagstukken zijn bij ondernemers die al een stuk verder zijn, dan wil je een ander type ondernemer binnenhalen. Mm -hmm. Dan moet je dus ook uitgedaagd worden in dat je de juiste inhoud ja. brengt naar die doelgroep. Ja. En het al pinpointen van welke doelgroep wil ik binnenhalen? Wat is het potentieel aan bereik binnen die doelgroep? Wat wil ik dan bereiken en wat moet ik daar vervolgens voor doen en welke boodschap heb ik dan? Dat zijn van die KPI's die ook qua hè, hoe zet ik een event in het al een heel ander spel maken dan het in het verleden was. Ja, gaat het resulteren in minder events? Ja, ik, ben, ik geloof in less is more. Ja. ja, dus dat de en dat zie je nu al of dat moet nog gaan gebeuren? Hoe ver ben je in die transformatie? Uh, nou, we hebben uit heel veel dingen, om het maar even oneerbiedig te zeggen, wel de stekker getrokken, omdat we gewoon lastig omhoog kregen. Waarom doen we dit? Ja. Um, of omdat het gewoon ook echt wel bleek dat het gewoon niet scoorde. Um, dus we zijn best al um, nu naar heel weinig events eigenlijk nu gegaan. En bouwen we het langzaam op, maar dan ook vooral in de bewustwording binnen de organisatie. En doen we testcases met nou, dit, hè? welke doelgroep wil ik bereiken? Waarom zet ik iets in? En hoe gaan we dan uiteindelijk dat event ook met elkaar organiseren? Ja, en achteraf meten of het succesvol is geweest. Ja. Wat is het belang van alle andere kanalen die er zijn en de combinatie daartussen? Jullie zijn actief met een aantal kanalen op YouTube. Yeah. We hebben social media. Uh, we hebben misschien andere marketinguitingen. De ongevraagde, laten we maar even zitten in dit gesprek. Er yeah. ja, is natuurlijk ook altijd heel veel kritiek over het hele spamverhaal. Van, yeah. en, en dat je je inschrijft en binnen een week rollen de balpennen al in je brievenbus. Maar yeah. laten we deze discussie maar even varen yeah. voor dit gesprek. Yeah. Uh, maar hoe ziet die mix van live communicatie in, uh, in de andere kanalen? Hoe zie jij dat? Ja, die is cruciaal. Dat moet onderdeel van. Ik geloof altijd heel erg in voor, tijdens na een event is een onderdeel van een groter geheel. Het moet op elkaar aansluiten. Dus ook die spin-offs, maar ook dat je events inderdaad gaat gebruiken om een vervolgstap te creëren. Ik noem maar eventjes de tien meest gestelde vragen tijdens een event. Kunnen hele mooie artikelen worden op je website. Of overzichtjes, of een terugkoppeling binnen een nieuwsbrief. Of als wij nou toch een event aan het organiseren zijn kunnen we dan niet ook een podcast opnemen hebben we ook gedaan ja. en dat je ook um, je kanalen gebruikt om het een naar het ander weer te laten verwijzen hè? dus dat we niet losse campagnes doen maar dat we echt zeggen van als we een startersdag doen zoals hebben we net gedaan ook gelukkig dus nou binnen marketing zien we ook een hele mooie verschuiving dat wordt ook een center of expertise dus het gaat ook dichter op elkaar zitten ja, dus dat is ook cruciaal, dat we met elkaar samenwerken. Wat zet je wanneer in? Ja. En hoe zorg je dat dat allemaal heel mooi op elkaar aansluit? Heb je ook minder budget nodig, heel eerlijk. Je hoeft niet van 0 naar 100 op televisie te roepen dat je er bent. Maar je hebt eigenlijk op alle kanalen non-stop contact. En op het juiste moment plug je het een naar het ander. Ja, en dat is cruciaal. En daar zijn we denk ik uh, hele mooie stappen in aan het maken. Maar nog niet klaar? Nee, maar ik denk dat het voor heel veel organisaties een mega uitdaging is. Mm -hmm. Dus uh, ja. Wat is het aller, allerleukste van live communicatie? Ja, het is gewoon een, ja, een feestje. En um, ik heb natuurlijk ook lang bij televisie gewerkt. En waarom ik dit 80 miljoen keer leuker vind, is omdat je letterlijk ziet wat het met je doelgroep doet. Je loopt ertussen. Je voelt die adrenaline sfeer, energie, ook als het niet goed gaat, heel eerlijk. Dus dat is doodeng. <laughs> maar als het uh, goed gaat en je zet het goed in, ja. Dan zit je daarna met elkaar uh, te high five en denk je, wat was dit en is dit toch gaaf? Ja. Het is vermoeiend. <laughs> Mensen onderschatten, vind ik, echt enorm hoeveel tijd het kost. En ook energie. En vooral als, als je het ook hebt over strategisch en tactisch niveau. Hoe gaan we nou echt een succesvol event neerzetten? Niet alleen een mooi event, maar een succesvol event. Maar ja, daar kan geen ander uh, kanaal of vak tegenop, vind ik. Dankjewel voor het gesprek, Klaar. En heel veel succes met wat je nog allemaal gaat doen. Ja, dankjewel. Ja. Leuk. Klara van dit was dit van de Kamer van Koophandel met haar plannen omtrent live communicatie. Nou, wil je meer van dit soort gesprekken zien? Er zijn er meer in een serie die ik maak samen met publiek waarin we inzoomen met marketeers, communicatie en eventspecialisten over dit prachtige vakgebied. Ik kan het alleen maar beamen van de live communicatie. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Zit je op YouTube te kijken. Volg ons hieronder. Ben je aan het luisteren op het YouTube-kanaal of op het podcastkanaal van ons? Dan kun je ons uiteraard ook volgen. Voor nu, dankjewel voor het kijken of dankjewel voor het luisteren. Hoi!